Jocelyn Farzile, Traffic, please. Thank you.
dankjewel. Wij zijn Broodstraat. We hadden ongeveer 10 nummers voorbereid, hoorden we net dat we er 3 mochten doen. En als ik mijn mond zou houden, 4. Dus ik doe 3. Oké, we zijn een beetje een internationale band gekomen uit Duitsland. Maar uw regio, we krijgen geen subsidie. Marco, maar. Subsidie? Uw regio? Ja. Ja, 1. Oké. Het volgende liedje staat niet op de CD, is geschreven door Marco. Gaat over alle mensen die vanavond door de storm naar huis moeten. En vandaag door de storm hier naartoe zijn gekomen. Het heet Dim the Lights.
Ik zal even de band voorstellen. Zoals gezegd komen we uit de regio. Ik zal eerst beginnen met onze liefdalige dame, die komt in trouwens de leeftijdsgrens fijn op Nederland. De Bajo, Katrina Bajos. Dan op de mondharmonica onze dakdekker uit Bocholt, Andres Tsiatslavski. Die trouwens aan de punt staat vader te worden, kan elk moment een telefoontje krijgen, maar dat doet hij al 2 weken. Liedgitaar, was het voor ons Duitsland. Marco Launders. Ja, die rest van mij die ken ik al zo lang dat ik aan zou willen dat ik niet meer ken. Uit Nijmegen, Simon van Heijden. Op de drums, nieuw, Sascha Hartman uit Emmerich. En dan, de man en only, onvolprezen, altijd aanwezig. Op bas, Arie Hopman. We doen er nog één van de CD. En het is een vrolijk liedje met een tekst, niet zo leuk. I expect you to die, maar dat geldt niet voor jullie allemaal.